Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en vandaag ga ik samen met jullie beginnen aan mijn mooie pretpark in het spel Planet Coaster. Jawel, dit is het menu voor als je denkt van what the fuck is dit Melvin. Het is een wereldbol, een planeet met pretparken met achtbanen. Dus vandaar Planet Coaster. Oké, nee, maar even serieus mensen. Dit spel heb ik al wat gespeeld en het is onwijs gaaf. Even serieus. En het is ook zoveel beter dan Rollercoaster Tycoon World. Dat is mijn mening en ik denk dat er heel veel mensen mee eens zijn. Rollercoaster Tycoon World is namelijk 2 dagen geleden uitgekomen en ik vind het niks. Ik ga het waarschijnlijk niet eens doen op mijn kanaal omdat ik het nu in deze status vind ik het gewoon niet fijn speelbaar. Daarom heb ik ervoor gekozen om gewoon Planet Coaster in Alpha te gaan spelen samen met jullie. Laten we dus maar gewoon beginnen met mijn droompretpark. Jawel, ik moet zeggen, het is een hele vroege versie van het spel, maar het werkt al onwijs goed. Ik wil gewoon samen met jullie wat functies bij langs gaan. Ik weet ongeveer hoe alles werkt en het is gewoon super vet. Je hebt namelijk een heleboel vrijheid in het spel en vooral als je denkt van Melvin, wat zit jij snel in je map? Dit spel heeft onwijs snelle laadtijden. Dat is echt insane. Laten we in ieder geval dat bord maar weghalen en eerst maar eens gaan typen hier under construction. Want hiermee krijgen wij namelijk toegang tot het bouwen van achtbanen. Maar dat gaan we straks wel even doen. Ik wil eerst namelijk jullie gewoon een beetje de basis langs gaan. En sowieso wil ik hier serieus mijn mooie pretpark van gaan maken. Jawel. We kunnen echt onwijs gave dingen in het spel. Het is echt... Je hebt zoveel mogelijkheden. Ik sta er nog steeds versteld van. En met wat je nu nog maar hebt tot je beschikking, kan je al... Geloof mijn woorden. Dingen bouwen. Ik ga zo meteen ook gewoon even snel wat voor jullie bouwen om het te laten zien. Maar ja, ik wil dus gewoon een mooi pretpark samen met jullie gaan bouwen. Iedere vrijdag ga ik dit gewoon een beetje doen. Misschien dat er af en toe ook even een tijd niks komt, omdat het dan al heel veel is gedaan. Want zie, er zijn nog maar een stuk of 10 attracties en 2 achtbanen. Dus heel veel mogelijkheden heb je nog niet. Maar ondanks dat gelimiteerde kan je al heel veel. Ik wil gewoon lekker eerst een pad gaan bouwen. En ik dacht eraan om hier een soort van rondje te creëren als dat kan. Ik zit gewoon even te kijken. Je kan namelijk echt heel handig dit bouwen. Kijk, als we nou zo doen. En dan doen we ook die andere... Wacht, hoe werkt dat? Wacht, ik zit even kijken. Ja, ik zit nu echt fucking te kut hiermee. Oké, volgens mij is het wel redelijk symmetrisch. Ik heb geen idee. Maar ja, zoals je kan zien heb je al heel veel opties dus met het paden maken. En dat is ook gewoon super vet. Wow. Wow, oké, ja, ik zeg net dat het super vet is. Maar ja, dan gaat het opeens helemaal kut doen. Maar in ieder geval, laat ik maar gewoon eens even een pad maken. Laat ik gewoon jullie even zien hoe soepel jij hiermee paden kan maken. Moet je kijken. Je kan gewoon echt alle mogelijke... Het werkt zo goed, dit spel. Ik sta er nog steeds versteld van. Het is gewoon awesome. En ik wil jullie dus gewoon meenemen in mijn avonturen in dit spel. Gewoon de alpha zien opgroeien tot beta. En dan van beta naar volledig spel gaan. Steeds als er nieuwe dingen komen, samen met jullie dit gaan ontdekken. Het is gewoon zo vet hoe dit al werkt. Oké, nou ja, kijk. Nu kunnen we het zo hier verbinden. En hebben wij gewoon hier al een prachtig pad gestaan. Ik ga nu gewoon ook een attractie neerzetten. De attracties zijn wel een beetje groot vergeleken met... Met het park waar je kan bouwen. Het is heel groot, maar omdat je nog heel weinig hebt, ben je ook een beetje klein hier. Dat is gewoon zo. En het is voornamelijk ook heel veel piratenthema dat ze hebben. Daar komen jullie vanzelf zometeen ook wel achter. Ik ga het zometeen wel een beetje laten zien. Maar laten we gewoon onze allereerste attractie neerzetten. Ik vind hier wel een leuke plaats, of niet? Ja, ik denk dat dit wel, als we die boom er trouwens even weghalen. Zo, ik heb even 2 bomen weggehaald. Nu ga ik deze attractie gewoon plaatsen. Kijk eens aan hoe fucking vet. We gaan nu gewoon een ingang hier doen. En ik ga jullie zometeen ook even laten zien... Hoe goed het bouwen werkt in het spel. Met de scenery. Wat je hier allemaal hebt staan. Het lijkt heel weinig wat je hebt. Je denkt van nou wat een kutboom. Als je daar een paar van hebt neergezet is het ook al klaar. Maar ik ga jullie zo meteen laten zien. Hoe goed dit gewoon werkt. Dames en heren, jongens en meisjes. Dat zeg ik trouwens ook nooit. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga ook maar even een ingang bouwen. Dat moeten we ook namelijk natuurlijk doen. Ik ga meestal voor dit pad. Want dit pad vind ik gewoon vet. Kijk eens aan. Kunnen we gewoon een beetje... Nou ja, een soort van...
We doen gewoon lekker flexibel hier langs. Kijk eens aan. En als je denkt van, waarom connect die nou niet? Nou, ze hebben het zo gedaan bij dit spel. Dat jij een ticket boot moet neerzetten. Dat is zo'n ding. Die moet jij dus, nou ja, hier heel flexibel kan je ze ook draaien. Super vet. Maar ja, als je dus de ingang wil hebben hier, doe je dat zo. En dan moet je die twee gewoon even simpelweg connecten met een Q-line. En dan heb jij een prachtig pad naar jouw allereerste attractie. Echt waar, ik doe hem ook gelijk open. Je kan ook aan alle attracties, kleuren van attracties kan je bijvoorbeeld nog niet aanpassen. Maar ga gewoon eens kijken naar de details. En gewoon hoe goed het grafisch er al uitziet. Ik vind het echt, ik blijf het zeggen, het is zo vet, hè. We gaan zo trouwens ook maar even met z'n allen een immens achtbaan maken, hoor. Daar heb ik wel zin in. Maar nu ga ik even laten zien hoe dit bouwen werkt. En ja, zoals jullie kunnen zien kan ik gewoon bosjes plaatsen, midden op voetpaden. En dat is de vrijheid die jij hebt. Dit is echt insane. Je kan heel erg vrij bouwen in dit spel. Als ik wil dat ik een bosje laat vliegen, ja, dat kan. Het ziet er niet realistisch uit, maar hey, het is mogelijk omdat jij bepaalt wat realistisch is en wat niet realistisch is. En dat vind ik echt een heel erg goed systeem van dit spel. Ja, dat moeten ze in veel meer games implementeren waar je mag vrijbouwen. Dat jij in de hand hebt of iets realistisch is of niet. Maar ja, dat is goed. Dus komen er zo wat mensen in het park. Ik zet wel even op snel vooruit. Het wordt zometeen ook nacht. En nacht is best wel vet. Een jeutje! Man, hoeveel mensen? Zie ze lopen dan? Yeah, bitches! Kom allemaal in mijn pretpark waar nog maar één attractie staat. Ha, dit is super slecht eigenlijk. Oh my god. Nou ja, maar weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon even laten zien wat je snel kan bouwen met deze bosjes en deze props en deze building en al die dingetjes. Ja, ik ga dus gewoon even snel wat kutten. Ondertussen is het al nacht geworden in mijn pretpark, wat ik trouwens nog niet eens een naam heb gegeven. Het heet Melvin's Coaster Park, ja. Ik kan namelijk nog heel weinig qua naamgeving doen in dit spel. Voor mij kan je attracties ook nog geen andere naam geven. Nee, gewoon Forge 3 heet die. Maar weet je, dat kan me vrij weinig schelen. Het is al super vet. En als je zo al ziet hoe dit nou is geworden. Gewoon even wat ik net heb gebouwd, jongens. Dat ziet er toch vet uit. Ik ben zo positief over het spel. Echt waar. Ik wil gewoon niks anders meer qua rollercoaster spellen. Of pretpark simulators, om het zo maar te zeggen. Ik wil nu samen met jullie ook dus gaan kijken naar de alpha versie van het achtbaan bouwen. Het is heel erg cool. Ja, alleen is het ook wel een beetje lastig soms. Dat moet ik toegeven. Het werkt goed. Maar op een bepaalde manier is het ook nog wel een beetje kut hoor. Om dit allemaal goed werken te krijgen. Zie je, je hebt natuurlijk ook al hier heel precies kan je zeggen hoe hoog je mag worden. Als je denkt van nou, ik wil hem zo hoog hebben of zo. Het werkt gewoon goed. Maar jongens, we gaan gewoon even een prachtige klote achtbaan bouwen. Of een serieuze. Weet je, we maken nu een serieuze achtbaan. En dan gaan we volgende week vrijdag wel gewoon even kijken naar een kut achtbaan. En in die tussentijd zal ik vast nog misschien wat dingetjes toevoegen qua bouwwerk of zo in dit pretpark. Dat weet ik niet. In ieder geval wil ik wel even dit eerst goed doen. What the fuck? Gelukkig heeft het spel autosave, maar alsnog. Het missen gewoon dingetjes, mensen. Het is niet zoals ik het had gemaakt. Nee. Zo, ik heb opgeslagen. En ik heb het nu wel. Dus allemaal veilig. Wij gaan nu dus met z'n allen bezig met een achtbaan. En daar heb ik best wel veel zin in. Ja, ik heb namelijk nog niet heel veel met een achtbaan gebouwd. Ik heb nog maar eentje gebouwd in mijn vrije tijd. Dus laten wij met z'n allen beginnen aan de Altijd Coaster, of hoe we hem ook maar gaan noemen. We gaan sowieso ook weer met z'n allen kijken naar een, hoe heet het? Hoe jij kan bouwen bij zo'n achtbaan. Dat is echt heel erg vet. En bouwen bedoel ik dus een gebouw eromheen. Laten we maar eens gewoon, ja, wat kut hiermee. En zullen we gewoon gelijk omhoog doen of eerst een bochtje erin? Ik ben altijd iemand die wil eerst een soort van bochtje erin bouwen. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik gewoon fijn op mijn palmen. Oh nee, niet zo'n bocht. Wat is dat nou weer? Holy
shit. Poging nummer 3. Jeetje, man. Nu hoop ik wel dat het gaat gebeuren zoals ik het wil. Want jongens, ik wil echt gewoon eerst een kleine drop hebben. Zodat hij een beetje vaart maakt. Dat hij dan een bochtje maakt. En dat we dan super vet dat kunnen doen. Dat vind ik altijd gewoon vetjes aan een achtbaan. Ja. Ja, hij werkt, jongens. Finally. Oké, we gaan nu dus gewoon omhoog met een Liffy. En dat Liffy gaan we... Nee, niet te stel. Gewoon zo. Ja, kijk jongens. Het is al best wel een stel bovengangetje. Maar dat maakt niet uit. We maken hier een super epische achtbaan van. Nu gaan we gewoon gelijk recht... Of nee, we doen... Ja, zo. Zo hebben ze dat meestal in het echt ook. Zoals ik al zei, ik hou het lekker van realistisch. Dus dat gaan we ook lekker doen. Nu kan deze zo weg. En kunnen wij dit stuk even verkorten. En maken wij een prachtige bocht in onze achtbaan. Kijk jongens, een prachtige bocht. Dit is een echt kleine bochten. En dat is best... Ze moeten natuurlijk nog een heleboel aanpassen in het spel. Want ja, het is een fucking alpha. Zoals jullie wel waarschijnlijk wel weten. Maar ja, ik vind het wel zo een beetje leuk. En dan misschien een beetje skuin. En dat doen we nu. Gaan we bezig met een afgrond. Kijk eens aan. En dan doen we... Wow! Kijk eens aan! Woo! Damn, sons of bitches. Dat is mooi. Zo wil ik het zien. Kunnen we het ook nog een beetje aanpassen? Ja hoor. Kijk jongens, daar gaan we zoveel vaart mee krijgen. Dat we misschien wel genoeg hebben voor een looping. Ja, sowieso een looping. Maar ze hebben echt een heleboel... Ja, zoals dit. Zo hé, gaat dat lukken? Voor mij gaat hij dat wel kunnen halen, hè? Of... Yo! What the fuck? Damn, er zitten zulke fucking awesome dingen in. Ah, dit spel is leuk! Yes, ik heb mijn achtbaan af. Kijk eens aan, dit is het geworden. Oh mijn god, ik heb geen idee wat dat is. Ik ga hem gewoon maar even aanklikken als het lukt. Ja, kijk, en dan moeten we zo doen. Debug, uptrain, dan moeten wij rage, vind ik een leuke uptrain. Kijk, dan hebben we die daar staan. En drukken gewoon op start en dan kunnen we erin gaan zitten. En dan kunnen we kijken of hij werkt. Ik ben zeer... Nee, wacht, dan moet je eerst een ingang en uitgang hebben, hè. Voordat we kunnen kijken. Oh, dat is dom. Waar doen we de ingang? Ik heb de ingang wil ik denk ik... Ik doe ze gewoon bijna aan dezelfde kant. Ingang daar maar en uitgang aan de andere kant. En ik weet ook niet eens of hij het haalt. Moet ik überhaupt kijken hoe stijl omhoog dit gaat? Man, wat heb ik gebouwd voor achtbaan? Voor mij gaat die zo hard. Ik heb hier een breedsysteem neergezet, maar ik denk dat dat veel te weinig is. Daar gaat hij in ieder geval, jongens. De achtbaan in Altijd Park, of hoe het park ook maar heet. Zie hem gaan. Oh, woe! Super awesome. Ja hoor. Maakt hij daar zo'n mooie smooth bochie. Dan moet hij hier eromhoog. Oh, dat haalt hij ook nog, joh. Gekke werk. Gaat hij daar lekker langzaam naar beneden? En haalt hij dat? Dat haalt hij. Ah, ja! Holy shit, dat gaat allemaal zo langzaam, maar hij haalt het net. En dan hebben we hier het breaksysteem. Hopelijk remt hij een beetje af. Nee, hij remt totaal niet af. Hij rent pas af in de toilet. Ik ga hem nog even aanpassen. Oké, de enige aanpassing die ik heb gedaan is hier omhoog gaan. Nou ja, weet je, het maakt mij wat uit. Ik heb een fucking achtbaan staan in ons pretpark. Volgende aflevering gaan we gewoon wat onserieuzes bouwen, jongens. Maar eerst wil ik jullie dit gewoon laten zien allemaal. Het is gewoon zo vet. En ik ga sowieso ook in de tussentijd even zelf wat kut hierin. En dan gewoon kijken of ik wat mooie dingen kan bouwen. En oké, soms is het heel lastig om een pad te connecten. Ja, het werkt ook nog. Oh my god, ik had niet verwacht dat dat zou werken. Oké, maar ja, dan moeten we dat dus hier ook maar even doen. En hoe gaan we hem überhaupt doen? Zo naar beneden toe? Ja, dat vind ik wel logisch. We gaan... Ja, wacht. Jongens, mijn achtbaan is open. Hoe gruwelijk is dat dan? Oké, we gaan nu even kijken naar het bouwen in dit spel. Ja, en ik wou jullie ook even laten zien dat het super chill is als je op je achtbaan drukt en je drukt op debug dat je... Oh, wacht. Dan moet hij eerst dicht, hè. Maar kijk. Dit is zo ziek, hè. Je kan je eigen hele gebouw hierbij ombouwen. En dat laat ik dus ombouwen. Dat klinkt echt zo dom. Maar wat ik daarmee bedoel is als we zeggen van... Nou ja, we willen hier gewoon gaan beginnen met bouwen. Dan kan dat. Plaats hier gewoon wat muurtjes neer en dan heb je gewoon gelijk al een heel... Een stuk van een... God.
Een stuk van een station. Moet je kijken dan. Het werkt wel goed, dames en heren. Echt waar. Koop allemaal dit. Oké, nee, niet doen. Dat is een grapje. Wacht gewoon totdat het oud is. Want dit is nog wel een dure versie van het spel. Dan moet ik wel zeggen dat het echt insanely raar is. Dat je voor de alpha toegang echt €40 moet betalen. Maar ja, dat zal weer zo zijn reden hebben. Ik ga kijken of ik misschien nog een mooi station hiervan kan maken. Dat vind ik wel een leuke uitdaging. Laten we het gewoon proberen. We maken nu gewoon een wit muurtje hier. Kijk, hier een ingang. Ingang. Daar. En daar. En dan plaatsen we een witte muur ertussen. Moet je kijken hoe mooi. Oh, wat leuk, hè, jongens. Nou, jongens, dit is dan als het ware mijn station geworden. Het is heel simpel allemaal, maar je hebt zoveel opties nog. Ik zal jullie nog eens voor de gein laten zien wat je hier bijvoorbeeld op kan zetten. Nou, als we denken van, hey, ik wil wat op de... Ik wil gewoon hier een deur onderin hebben. Nou, dan doe je dat gewoon, weet je. Dan heb je gewoon scheid en dan kun je dat er neerzetten. Hetzelfde geldt voor de meest domme dingen. Maar ook de meest mooie dingen. Als je gewoon iets... Een beetje extra dimensie wil geven aan jouw gebouw. Moet ik wel voor zorgen dat ik het gebouw kies. Want ja, dat is wel zo. Als je het gebouw niet kiest, dan gaat het allemaal wat kut doen. Maar kijk, als je het gebouw kiest, kan je gewoon zeggen van... Nou, ik wil hier een... ik weet niet wat het is. Een dak hebben of zo. Een afhang. Ja, het is zo vet, hè. Ik vind het leuk. Ik geniet echt van dit spel. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van dit spel tot nu toe, jongens. Het is mijn favoriete spelletje op het moment. Ik ga hier nog zeker weten heel veel tijd in steken. En dan ga ik op een dag wel laten zien wat ik allemaal heb gebouwd in het spel. Maar ja, bijvoorbeeld een extra diepte in het spel. Kan je bijvoorbeeld dit te plaatsen op de muur. Kijk, hier. Dan heb je een soort van... Het geeft net die extra dimensie, weet je. En dan kan je daarbovenop weer een soort van bord neerzetten of zo. Ik weet niet wat voor bord. Trouwens, misschien iets van een rollercoaster of zo. Kijk, dit bedoelde ik. Gewoon even die extra dimensie erin aanbrengen. Jongens, ik gooi mijn achtbaan open. En volgende aflevering gaan we wel even een ritje maken in de achtbaan. En dan hoop ik ook gewoon dat jullie weer met z'n allen gaan kijken. En dan gaan wij een even wat onserieuzere achtbaan bouwen. Ondertussen ga ik misschien nog wel wat decoreren of zo. Dat zien we vanzelf allemaal wel als ik dat ga doen. Maar dit is in ieder geval het begin van ons pretpark. En de allereerste mensen die gaan er al in of niet? En wacht, ik zie een fout. Ik wil even die fout nog veranderen, want dit is echt scheidlelijk. Kijk, zo, nu is het goed. Ik bedank jullie voor het kijken naar dit onwijs gave spel. Druk op dat blauwe duimpje omhoog als jij genoten hebt. Laat een reactie achter hier natuurlijk bij beneden in de comment section. Ben je nog niet geabonneerd op mij, druk snel knop en abonneer hier beneden. Dan hoop ik jou volgende week vrijdag bij een nieuwe Planet Coaster te zien. Voor nu heb ik nog maar één gezegd tegen jullie en dat is... Doei mensen!